Het stalen eiland van de Scheveningse pier is de afgelopen dag naar Vlaardingen gebracht. Het object is met een drijvende bok afgevoerd naar het afvalbedrijf, waar het verder wordt ontmanteld. En als je hem dan heel in de verte aanziet komen, dan denk je van nou, is dat alles? Gewoon... En toen die hier op een gegeven moment de haven indraaide en toen het eiland zeg maar boven de kade kwam, dachten we wel van hé, ja, het is toch best groot. De werf in Vlaardingen is vanwege haar open verbinding met de Noordzee geschikt om grote objecten te ontvangen. Ja, dit is wat je ziet wat het zout aan invloed heeft op ijzer. Nou, je ziet gewoon dat het echt gaat roesten en dat het gewoon opbolt en loslaat. Het stalen eiland van de pier is in zeer slechte staat. Daarom werd het al in 1991 gesloten voor publiek. Het roest wat je hier hebt, dat component, dat verdwijnt in principe in de smeltoven. Dus het wordt weer helemaal nieuw. Ja. En daar kunnen potten en pannen van worden gemaakt weer? Van alles. Alles wat maar ijzer is, dat kan in principe hiervan gemaakt worden in theorie. Als je straks iets tegenkomt wat van ijzer is over een jaar of 1, 2, dan kun je zeggen van hey, misschien is dat mogelijk wel een stukje van de pier. De ontmanteling van het stalen eiland zal in totaal 2 maanden duren.